Goedemiddag, mijn naam is Constantin Fransen. Ik ben cardioloog, geen oncoloog. Ik ben werkzaam in het UZA in Edegem. En binnen de cardiologie hou ik me sinds 5 jaar nu bezig met de cardio-oncologie. Ik hou me vooral bezig met de mogelijkse ongewenste effecten, de toxische effecten van de kankerbehandelingen op het hart en de bloedvaten. Dat is begonnen met het verhaal rond de borstkankerpatiënten die hun borstkanker op zich overleven aan curatieve behandeling. Maar dan bij ons belanden, omdat eigenlijk hun oncologische overleving verbeterd is, belanden ze bij ons met helaas hartfalen, waar dat we dan eigenlijk een beetje met de rug tegen de muur staan. Het project waar ik nu dan een klinisch mandaat op heb gekregen gaat meer over de immuuntherapieën, de immuuncheckpoint-inhibitoren. Waar wij eigenlijk als cardiologen nog maar relatief weinig van weten. Maar als wij rekening houden met het feit dat een van de ongewenste effecten of een van de effecten van checkpoint-inhibitoren het aanjagen van het immuunsysteem eigenlijk is, dan denken wij als cardiologen ook direct aan wat doet dat dan bijvoorbeeld op onze bloedvaten. Waarvan dat wij weten dat aderverkalking, atherosclerose, de infarcten, dat eigenlijk ook een inflammatoire proces is. En wat doet dat ook met bepaalde vormen van hartfalen, waar ook wij bij weten dat inflammatie, ontstekingsreacties een heel belangrijke drijvende factor zijn. Dus daar willen wij nu naar gaan kijken. Een deel heeft betrekking op patiënten zelf. We gaan patiënten onder behandeling met checkpoint-inhibitoren heel uitgebreid bekijken wat de behandeling doet op hun bloedvaten en hun hart. En er is een heel uitgebreid dierexperimenteel onderzoek aan, waarbij dat we muizen gaan behandelen en ook daar willen gaan bekijken wat de effecten zijn, de schadelijke effecten op hart- en bloedvaten. De vooruitgang is dat wij nu op zich, sinds oktober is mijn mandaat ingegaan, dat je eigenlijk meer tijd krijgt om je op de wetenschap toe te leggen. Ik ben in principe voltijds cardioloog. En met deze mogelijkheid kan ik nu inderdaad de helft van mijn tijd vrijmaken om mij op onderzoek toe te leggen. In de praktijk betekent dat je ik heb nu een doctoraatstudent onder mij die ik dan inderdaad wat vaker kan begeleiden. Het voornaamste is inderdaad dat je de mogelijkheid krijgt om tijd te krijgen die je echt specifiek aan onderzoek kunt besteden. Als je als klinicus die een gewone voltijdsaanstelling heeft in de kliniek werkt, dan ben je eigenlijk je hele dag bezig met patiëntenzorg. En dat is ook eigenlijk hetgeen wat je altijd gewild hebt. Dat is ook allemaal geen probleem. Maar als je toch een wetenschappelijke ambitie hebt en ook wetenschappelijk en academisch wil doorgroeien, dan heb je daar tijd voor nodig. En nu is er absoluut dan de mogelijkheid om de helft van mijn tijd specifiek onderzoek te doen en de andere helft specifiek met patiënten. En dat is hetgeen wat je eigenlijk veel efficiënter maakt en je tijd veel, veel beter kan besteden op die manier. Ja. En dat is iets wat zonder stichting tegen kanker absoluut niet mogelijk was, deze keuze of deze oplossing.